Diamond! 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 Yes. Ik ga zakken, ik ga zakken. Oh, diamonds, opschieten, opschieten. Dat betekent dat ze heel hard gaan. Dit is heel nadelig. Hoe dichtbij zijn ze? 200 blokken, het zijn 200 blokken. Oh, dan moeten we heel snel die nederen. Heel snel. 89, 60, 50. Hier, hoi, achter je. Hier, kijk, precies onder ons. Shift in, ouwe. Ja, ze zitten helemaal beneden. Even kijken hoe ver ze van ons waren. 55 meter. Let's go. Oh, koudje. Ik denk dat ze hier beneden zijn gegaan. Zullen we heen? Ja, zullen we gaan? Wacht, eerst even eten. Plaats bed. Wacht. Ik heb geen hout meer voor een crafting table of voor dinges. Wacht, voor een kist. Hou shift in. Ja, hoe moet ik shiften nou als ik een kist bouw? Niet al je eten meenemen. Nee. Oh, lekker. Pas op. Oké. Wow, zullen we hakken? Oké, ze gaan er net erin. Dit is heel goed. Zijn ze er net erin? Ze zijn er net erin. Ja, okay, top. Cool. Top. Snel naar beneden. Welke kant langs? Oh, fiets. Ik moet nog slapen in dat bed. Ik ben er al in gegaan. Ja, ik nog niet. Ik moet nog slapen, snel. Nou, we gaan dan gewoon door. In de overall staat hij dan nog, hè? Oh ja. Kun je een trap maken? Of kan dat niet? Ja, dat kan. Lava. Oh, zit er hoog, jongen. Oh, ik ben vergeten te slapen. Ja, respawn point gezet. Oké, let's go. Hier beneden was het, hè? Ja, ze waren hier naar beneden. Hier niet. Andere kant. Hier naar beneden, denk ik. Oeh, iron. Ja, neem alles mee. Ja, kijk. Ja, makkelijk dit. Hier ligt nog meer iron. Ja, hij zit er heel hoog. Moet je kijken. Oh ja, dat is goed. Slim. Hopen dat ze geen blokjes hebben. We vallen zelf in. Kijk hoe hoog we zitten. Het is eng. Yes. Oké, hoe komen we laag? We zijn zo dichtbij. Of zullen we wachten bij de portal? Dat kan ook. Ze weten dat we in de grond zitten, denk ik. Ze hebben die cave waarschijnlijk ook gespot. Een beetje vechten is natuurlijk ook wel leuk. Oh, zo. Een creeper! Oh, pas op. Wat doet de creeper daar nou weer? Dat is mooi, dan gaan ze die portal en ontploft die creeper. Ja, dan wil ik wachten. Als ze hier uitkomen, dan wil ik wachten. Ja, maar ik denk dat ze heel lang moeten wachten. Ik neem dat iron wel mee. Ik zie hier lava. Ik zie daar een lava pool. Oh, ik heb alleen geen hout mee, hè? Dat ligt bij onze kist. Ja, een lava pool zag ik daar. Oké. Okay. Ik denk dat ze hier naar beneden. Hieronder zit. Oh, oh. Waar ben je? Ik ben naar beneden gevallen. Oh, hulp nodig? Je hebt een schild, hè? Je hebt een schild. Ja. Ja, zegt hij heel nerveus. Ik ga hier naar beneden springen, denk ik. Waarom heb ik stone eens? Spring in het water. Daar. Waar? Daar. Hier. Oh, dat, redden we dat? Nee, wacht. Kom bij mij. Hier kunnen we naar beneden vallen, in het water. Ja. Ik ga vast een beetje scouten. Maar dit, ik denk dat dit... Dat zou prachtig zijn. Als ze nu door dit portal komen, dan zijn ze echt dood. Dat moet wel. Ja, dat zou wel lijp zijn. Je wordt als ze niet door de explosie dood zijn, dan gaan ze wel dood door dat ze naar beneden vallen. Ik zie daar een portal. Yo. Ja, kijk, hier zit hij. Ja, we hebben hem. Oh my god. Easy. Zo. Oh, er zit nog een crafting table bij. We kunnen snel meer iron maken. Ja. Oké, ik vermoord even al die... Ze hebben een crafting table laten staan, wat stom. En daar, ik zie daar nog iron trouwens. Ik kan nog meer iron maken. Yo, dit is stom. Ik zie daar in ieder geval een portal. En een rode biome. Echt? Oh, chill. Ja. Moeten we deze coördinaten even onthouden? Stress. Ja, dat doe maar. Waarom hebben ze die crafting table laten staan? I don't know. Zo, kijk, hij staat aan. Want nu kunnen we hun weg gewoon chasen, hè? Ja, oké, ik maak nog meer iron. Lekker. Dit is gewoon een stomme play-stijl van hun. Zou hier nog meer diamonds zijn? Ik denk niet dat we hier heel snel diamonds gaan vinden, hoor. Eigenlijk hadden we moeten vechten met ze. Ja, eigenlijk wel. We kunnen nog terug. Zullen we teruggaan? Ja, zullen we. Kom, laten we... Hier, ja, ik kan via deze kant terug. Dit is zo niet slim van ze, hè? Nee. Je kan een extra furnace maken, hè, met de kobbel die je over hebt.
Dan moeten we wel zorgen dat wij ook veilig door die portal kunnen. Dus we moeten hem eigenlijk weer even dichtmaken. En die creeper killen. Gewoon één paadje maken. Gewoon. Dat is prima. Ja, maar dan moeten wij ook als wij teruggaan in de overwereld moeten we er ook rekening mee houden dat er maar één paadje is. Zeg maar. Oh, ik ga even kijken of hier diamonds zijn. Dit is wel zo'n plekje waar van die diamonds verstopt zitten. Van die verstoppertjes. En weet je wat hun nu denken? Hun denken van, ze gaan onze portal nooit vinden. Nou, we kunnen ze zelf hier opwachten. Ja, we kunnen ze hier oprecht gewoon opwachten als we willen. Yep. Lekker hoor, Ronald. Hoppa. En we hebben een bed geplaatst daar. Ja, dus we zitten er boven nog, safe. Nee, guest. Niet onze portal maken. Je zit heel dun, weg hier. Je zit heel dun. Als je het kapot maakt, dan val je zo in de ronde blokken de lava in. Je dacht dat je hem raakte. Dat dacht ik ook. Nee. Wat is return to the sender? Dat je een vuurbal terugschiet naar een ghast. Maar dan moeten wij ook echt rekening mee houden dat wij echt moeten uitkijken als wij terugkomen. Ik maak dit even veilig. Oké. Okay. Ja? Ja. En met z'n tweeën ook meteen? Ja. Ik ga even die dingen inleveren. Ik heb nog 21 iron. Dan kunnen we iets sterker die kant op. 16 meter weg. Ik zie je neemt tegen. Waarom? 16 meter. Ik heb alleen niet heel veel... Oh, ze zijn hier! Ze zijn terug! Echt? Nu al? Ze zijn hier. Ronald, kom terug. Ze zijn hier. Ja, ik kom eraan. Dan kunnen we ze klappen. Oh, die creeper zit nu in de nether. Nee, Eva, die creeper zit in de nether. Maar waar zijn wij ze dan? Waar zijn hun? Jacco staat hier. Zullen we gaan? Ik zie niet. Zwaai eens waar ze zijn. Wijs eens aan. Daarheen. Oh, wacht, dat kan ik zien. Ja. Nee, niet mijnen. Dat hoor je toch? Ja, maar zo hard hoor je dat toch niet? Jawel. Ze gewoon laten schrikken. Ja, maar de creep is natuurlijk. Als we teruggaan, zijn we neer, hè? Ja, stop. Laten we doen. Go. Ik zie je name tag, ze zijn hier. Of hun moeten gewoon de nether in springen. Wacht, ik kan niet creepen erheen. Kill Ronald. Ik ben dood. Maar ze denken, we zijn nog boven. Pas op. Ik dreig met vuur. Ik vind het een beetje een vreemde tactiek van hun. Wat doen we? Ik durf de nether niet meer in. Ze proberen mij te pakken. Oh, ze zitten te skeletons in met ze te vechten. Ja, nou, we moeten eigenlijk Vincent wacht, in de nether in laten gaan. Wacht, kijk dit. Wat ben je aan het doen? Oh, lekker. Ja, maar hij kan toch ook een bed hebben hier, hè? Hij is hier. Wat? Hij heeft een bed. Ze hebben een bed. Helme, ik ben vol in tech. Ik ga dood, Jacco. Niet. Ja. Oh! Oh my god! Is er eentje neer? En Jacco is zo, nee, ik ben dood. Wat doe ik? Domste, wat... Ik ben ook dood. En je was neer. Dit stom. Jacco zit hier vast, hij zit hier vast. Oké, kom. Jacco, ga er net in. Nee. What the fuck? Waarom doen wij zo stom? We hadden vis dan lang kunnen killen. Waarom doen we dit? Dit kan toch nooit. Waarom doen we dit? Hoe dan? Oh. Jemig. Stopspel! Ja, doei! Zie je dat ik achter je kom? Had ze niet verwacht vanwege dat bed. Damn. Had je al lang kunnen killen? Echt niet. Nooit. Ik zeg wel BS. Ja, echt niet. Wat een onzin. Jullie hadden ons nooit kunnen krijgen. Jullie wel. Echt niet. Jullie zagen niet aankomen dat ik nog even van bovenaf kwam. Ik zei al tegen jou, volgens mij heeft Ronald gewoon een bed hier. Dus het maakt niet uit als ze doodgaan. Ja, jullie hadden gewoon, weet je wat jullie beste tactiek was? Teruggaan in de nether, je wist dat we kwamen. We wouden de nether in, maar er ging net een creeper door de portal. En we hadden de brug hadden wij zo gemaakt dat je maar één paardje naar de portal had van één blokje breed. We dachten, als we nu naar de nether gaan, zijn we dood door de creeper. Oh. Ja, en we wouden jullie eigenlijk de nether in treppen, maar dat... We did it, Vincent! Ja, we zijn gewoon veel beter. Een half uur. Ik vind het gewoon niet leuk. Hoezo niet? Ik wil niet opgejaagd worden. Ja, dat is jouw probleem. Ik had al mijn tactieken klaarstaan, hoor. Diamonds, alles. Ik heb een diamond waarom pickaxe. Hebben jullie in de, waarom hebben jullie in de desert een nether portal geskipt? Ja.
Oh, nee, die heb ik niet gezien. Er zat een vette grote netherportal. Ja, daar hadden we gewoon armor uitgehaald en al die dingen. Ja. Oh, die heb ik niet eens gezien. Yup. Maar Eva, zag je mij aankomen dat ik van bovenaf kwam? Ja. Nee. Ja, Jacco zei het. Jacco zei het? Ja. Zag je jou aankomen? Tuurlijk moet je ons gewoon killen. Wij moeten jou opjagen. Ik kill jou en Jacco toch ook standaard altijd? Als ik jullie tegenkom, kill ik instant. Oh my god, ik vergeet telkens dat wij natuurlijk... Dat jullie levens hebben. Ik denk altijd als Vince dood is, dat het einde spel of zo. I don't know. Ja, dat klopt. Nu jullie dood zijn, is het ook einde spel. Ja, oh my god. Dit is wel echt, een... We hadden gewoon door. We konden gewoon door in de nether. Maar ik dacht, nou, we gaan wel even terug, weet je wel. Maar laten we zitten. Ja, maar we hadden jullie portal al voordat jullie de nether in gingen. Ja. Wat? Ja, dat wisten we. Jacco zei al van, oh, ze zijn dichtbij. 50 blokken, zei ik toen, dacht ik. Ja. Yep, we zaten precies boven jullie. Ja, helaas. Helaas. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je het leuk? Druk even keihard op het duimpje omhoog. Vergeet hieronder even niet te abonneren. Au. Ik zit bij je in het team, joh. Ja, ik wil je het lava inslaan. Nee, hoezo nou mij weer in het lava slaan? Hey, joh. Hey, Ronald wint. Daar gaat het om. Hey, je was al twee keer dood. Hey, Yo. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Ciao.